Achter ons ligt het schip de Marlina en daar wordt straks het symposium waterbouw en deltaprogramma gehouden. Wat houdt dat symposium precies in? Nou, we delen vanmorgen met elkaar de stand van zaken. De minister heeft opdracht gegeven om een zogenaamd MIRT-onderzoek te starten. Als gevolg van de gewijzigde klimaatomstandigheden moeten we met elkaar kijken of de dijken in de toekomst bestendig zijn om de klimaatverandering op te pakken. En dat is niet het geval. En daar gaan we het over hebben met elkaar. Ja. Waarom is dat zo belangrijk dat dat besproken wordt? Nou kijk, er wordt nu een rapport opgesteld. Er wordt gekeken naar allerlei toekomstscenario's. Hoe de waterspiegel gaat stijgen, wat dat betekent. En wat het vervolgens gaat betekenen voor de veiligheid in de Alblasserwaard in de Vijf Veren Landen. Nu is het ook zo dat de organisatie van het Baggerfestival onder andere in het Baggerkrantje heeft laten weten. Nieuwe aanwas voor in de baggerbouw en de maritieme sectoren is hard nodig. Ja, vindt u dat ook als wethouder? Nou, absoluut. Kijk, alles wat met baggerindustrie te maken heeft, komt natuurlijk van oorsprong uit deze regio. Je ziet dat de markt behoefte heeft aan jonge aanwas, mensen die enthousiast in die sector willen gaan werken. En is dit Baggerfestival een hele mooie aanleiding om ook jongeren te interesseren voor die sector. Ja, want als we kijken naar het programma van het Baggerfestival, zijn de nodige activiteiten waarmee jongeren worden getriggerd om eens een kijkje te nemen in die wereld. Ja, dat vind ik het leuke van het Baggerfestival. Kijk, je kan voor je plezier komen, je kan naar muziek luisteren, maar je kan ook kennis maken met bedrijven, je kan kennis maken met de sector, je kan kennis maken met allerlei schepen die er liggen. Dus wil je een beeld vormen voor de baggersector en wat het inhoudt, is een heel leuk programma gemaakt voor de komende 2 dagen om de jongeren daarvoor te interesseren. Waar kijkt u zelf nu het meeste naar uit van het Baggerfestival? Nou, ik vind het zelf de combinatie van industrie, van het bedrijfsleven, maar ook het hele maatschappelijke middenveld van Sliedrecht, wat een activiteit gaat ontplooien. De ondernemers zijn erbij betrokken, in combinatie met muziek. Er is voor elk wat wils. Nou, ik vind het echt een heel leuk programma en ik vind het ook heel mooi dat er zoveel enthousiaste mensen zijn in ons dorp die daar de afgelopen maanden verschrikkelijk veel tijd en energie in hebben gestopt. En daar mogen we als Sliedrecht best wel trots op zijn. Tot slot nog een persoonlijke vraag. Op zondag dan staat er ook een bijzondere kerkdienst op het programma waarmee het Baggerfestival wordt afgesloten. Gaat u daarin of gaat u gewoon naar uw eigen kerk? Ik ga naar mijn eigen kerk, maar ik ga er zeker ook even kijken. Ja. Nou, volgens mij gaan ze de trossen bijna losgooien. Ik zou zeggen, goede vaart. Ja, dankjewel. Wil je meer zien van het Baggerfestival en als eerste onze nieuwste content zien? Ga naar youtube.com/merwetv en abonneer.